De mensen kennen jou volgens mij nog wel van een tijdje geleden. Ja, klopt. Dat is alweer een tijdje geleden. Eerst mijn single Maak Je Geen Zorgen. En daarna een duetje met Gene Travis, Droomzacht. En sinds 3 jaar ben ik zangeres. Ben ik echt aan het optreden door heel Nederland. Ja. En waar treed je nou het meest op? Het meest zijn echt verschillende plaatsen. Dus we doen dinnershows in varende dinnershows in Rotterdam, Spijkenissen. Bruiloften, feesten. Eigenlijk door heel Nederland, overal nergens. Het leukste publiek. Ja, ik vind eigenlijk iedereen weer heel leuk. Het is altijd, elke dag is weer elke optreden is weer een feestje. We zijn wel weer bezig met een single. Ja, maar dat is allemaal nog in. We zijn wel allemaal nog mee bezig. Heb je al enig idee wanneer dat uit gaat komen dan? Nee, nog niet. Lastig om een singeltje te maken. Het is meer een beetje zoeken. Welke sfeer? Wat gaan we doen? Wordt een mooi liedje, wordt een feestliedje. We zijn nog aan. Maar wat is nou echt jouw stijl? Mijn stijl allround eigenlijk. Ik vind heel veel muziekstijlen heel leuk. Dus daarom is het ook heel moeilijk om een keuze te maken. Ja. Bijvoorbeeld, Treintje Oosthuis vind ik geweldig. Verschillende ook. Eigenlijk verschillende. Iedereen heeft al echt een. Echt zoals zijn sterkste punt. Ik weet niet. Er zijn heel veel goede artiesten in Nederland. Maar als jij dan je ogen dicht doet en zoals Bassie dat zegt aan je binnenkant van je ogen gaat kijken, waar wil je dan over 5 jaar staan? waar wil ik over 5 jaar staan? Ja, het liefst ook gewoon doen wat ik nu doe, eigenlijk. Ja, gewoon muziek maken. En waar dat dan ook is. Eigenlijk kunnen we wel zeggen, Shirley heeft alles wat een hartje begeert. Ja, als muziek mag maken, dan ben ik wel heel blij. Oh ja, het café. Ja. Mijn website is www.shirleymusic.nl.